Juliana Kinderziekenhuis gaat verhuizen. Op 29 april verhuist het hele Juliana Kinderziekenhuis van het voormalig Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan naar de nieuwbouw van het Haga Ziekenhuis aan de Leiweg. Nou is een normale verhuizing al een enorm gedoe. Laat staan de verhuizing van een compleet kinderziekenhuis. Nou, vandaag hebben we een proefverhuizing van de verhuizing van het Juliana Kinderziekenhuis naar de, van de Sportlaan naar de Leiweg. We gaan eigenlijk drie dingen testen. Is de route. Welke route gaan we rijden? En vooral ook, hoe lang duurt zo'n route? Ten tweede gaan we testen de beleving van het kind. Dat is ontzettend belangrijk van hoe voelt een kind zich in zo'n verhuisauto? Is die comfortabel? Gaat die verhuiswagen niet te hobbelig? En als derde gaan we testen, daar gaat ook medische apparatuur mee. En hoe houdt hij zich in de verhuisauto? Gaat dat niet schommelen en blijft die medische apparatuur goed? Want naast bedden en apparatuur worden er maar liefst zo'n 100 patiëntjes vervoerd. En dat gebeurt allemaal in ambulances en speciaal uitgeruste vrachtwagens onder de bezielende begeleiding van de politie. Ik ga met de verhuiswagen gaan we naar het andere ziekenhuis verhuizen. Vind je het ontzettend spannend? Wel een beetje. Dat is wel raar, hè? Ja. Want je bent helemaal niet ziek. Nee, maar het is wel belangrijk, hè? Ja. Bijna een militaire operatie dat we aan het doen zijn. Echt uitfaceren van wat gaan we op zo'n dag doen. En alles draait op papier. En vooral we gaan nu kijken van wat we op papier maken, is het ook daadwerkelijk de praktijk. En klopt het wat we bedacht hebben? En dat gaan we nu testen met deze rit. Je ziet er heel goed uit. Volgens mij heb je alleen maar genoten onderweg in de vrachtwagen. Ja. Was het niet eng? Nee. Nee? Is alles goed gegaan? Ja. Heb je het een beetje koud? Nee. Niet? Nee. Ja, even toelichten. Goeie rit gehad. Qua tijd ietsje sneller dan we hadden gepland in samenwerking met de politie. We hebben de route ietsje aangepast in verband met toekomstige wegwerkzaamheden op de Zavenier Lomanlaan. En ja, dat was prima gegaan binnen de tijd. Twee tevreden patiëntjes. We hebben ze gevraagd van de beleving en het was ruim voldoende. En ook de medische apparatuur heeft het goed gehouden. Al met al een tevreden projectleider? Ja, gelukkig wel. Ja. Het is altijd spannend wat ik net zei, maar het is absoluut tevreden. 29 april verhuist ook de kinderspoedeisende hulp vanaf de Sportlaan naar de nieuwe locatie. Dat is wel belangrijk. Als er wat met je kind is, moet je je dus niet gaan melden aan de Sportlaan. Maar vanaf 29 april moet je hier zijn op het Spoedplein bij de nieuwe locatie aan de Leiweg.